Tijdens een buitengewone raadsvergadering is vrijdagmiddag Toon van Asseldonk beëdigd als nieuwe burgemeester voor de gemeente Overbetuwe. Nadat de waarnemend burgemeester, de heer Metz, het openingswoord voor zijn rekening nam, is het koninklijk besluit benoeming door de raadsgriffier van Den Brink voorgedragen. Wij, Beatrix, bij de gratie gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken, Koningsrijksrelaties van 5 maart 2013, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeenteraad, hebben goed gevonden en verstaan met ingang van 5 april te benoemen tot burgemeester van de gemeente Overbetuwe, de heer A.S.F. van Asseldonk. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties belast met uitvoering van besluit. Graaf Hagen, 7 maart 2013, getekend door Hare Majesteit en minister van Binnenlandse Zaken. Daarna volgde een toespraak door de commissaris van de koningin, Clemens Cornielje. Van harte met deze eervolle benoeming. En ik feliciteer de gemeenschap van harte met haar nieuwe burgemeester. Binnenkort hangt de natuur voor u haar slingers uit. En kleurt en geurt het landschap van de gemeente weer groots. Ik had daar natuurlijk eerst staan dat het allang het geval was. Maar ja, je moet soms je toespraak aanpassen aan de temperatuur. Maar het komt goed. 24 uur per dag burgemeester zijn moet ook toch tijd geven om hard te lopen, veel te lezen en met de handen in de grond te voeten. De heer Van Asseldonk legde daarna een eed af ten overstaan van de commissaris van de koningin van Gelderland. Verklaren beloofde ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Hierna volgden nog enkele toespraken van de gemeenteraad van Overbetuwe en de vertegenwoordiger van de burgemeesterskring, waarna de ambtsketen en de voorzittershamer werden overgedragen aan de kersverse burgervader. Natuurlijk sloot de nieuwe burgemeester deze buitengewone raadsvergadering zelf af met een slotwoord. Burgemeester, wie had dat kunnen denken? Ikzelf tot voor kort echt niet. En dan nog wel burgemeester van Overbetuwe, de gemeente waar ik al 12 jaar woon. En dat is natuurlijk maar heel kort als je het hebt over een streek met zulke eeuwenoude tradities als de Betuwe. Een begrip in heel Nederland en daarbuiten. Maar in de jaren dat ik hier nu woon, ben ik echt gaan houden van dit gebied. Met zijn dijken en zijn boomgaarden, maar ook van de mensen die het gemaakt hebben en die het elke dag opnieuw weer maken. Een gebied beheerst en gevormd door de grote rivieren. Niet alleen de Linge. Die grote rivieren hier elke dag weer anders uitzien. Soms smal en kalm kabbelend, maar dan weer beangstigend breed en woest stromend. Vanaf dit moment heeft Overbetuwe dus een nieuwe burgemeester. De gemeente Lingewaard, Arnhem, Westervoort en Duiven, die zijn nog op zoek. En dan wil ik daarmee nu deze vergadering sluiten. Duiven heeft 30 mei een Gelderse primeur met een vorstelijk randje. Die donderdag bezoeken Willem-Alexander en Maxima het Liemerse dorp in alle vroegte. De dan kersverse koning en zijn echtgenoten zijn er van 9 tot 5 voor half 10. Om daarna door te reizen naar Arnhem, Oosterbeek en Wageningen. Duiven bestaat dit jaar 200 jaar en is dus net zo oud als het Koninkrijk der Nederlanden. Het bezoek aan Duiven maakt deel uit van het kennismakingstournee door alle provincies. De politie overweegt ook ruiters in te zetten buiten het uitgaansgebied van Arnhem. De binnenstad en het Spijkerkwartier zijn genoemd als mogelijke overlastgebieden voor de bereden politie. Op dit moment zet de politie in Arnhem ieder weekend 2 paarden in, maar mogelijk gaan dat er ook meer worden om overlast tegen te gaan. Donderdag is duidelijk geworden dat de Arnhemse Eusebiuskerk voor een fors lager bedrag zal worden gerestaureerd. Na doorlichten van het complete restauratieplan bleek dat het totale herstel voor 27 miljoen mogelijk is. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de oplevering van het kerkgebouw. In plaats van 10 jaar kan de totale restauratie al over 6 jaar klaar zijn. In de kerk vond vrijdagochtend een presentatie plaats van het bestuur, waaruit bleek hoe de toekomst er voor de kerk uit komt te zien. Oorspronkelijk liep ook al een pad in de middeleeuwen van die deur naar die deur, maar dat is een beetje te klein. We willen ook zorgen dat we bijvoorbeeld de nieuwe Maserati hier een keer kunnen presenteren, of
de kleine smart die misschien nog gemaakt wordt, die net niet door die deur kan. Dat soort evenementen willen we ook hier graag doen. We hebben bekeken of we hier glazen wanden in kunnen zetten, zodat we ook wat kunnen compartimenteren, zodat we dat ook apart kunnen verhuren. Dat is een onderzoek onderhevig. We zijn aan het bekijken of we glazen kubussen in de kerk kunnen zetten, 4x4 meter, die we kunnen verhuren of aan elkaar kunnen koppelen, die je elektrisch besturen kunt en in het midden van de kerk kunt zetten. En op het moment dat je weer een groot evenement hebt, schuif je ze weer naar buiten. Dan kan de VVV in, dan kan de juwelier in, dan kan een chique broodjeszaak in. Alles zou in zo'n kubus mogelijk zijn. En die kun je ook weer apart en flexibel inzetten. Als klap op de vuurpijl, en daar zal Bert ook nog iets over zeggen, willen we bekijken of we in de Anna-kapel en de Raadskapel en de ruimtes erboven in de toren een soort permanente tentoonstelling maken van de Bridge to Far-slag. Zodat we op niveau straks eerst beneden de uitleg hebben van het battlefield waar we naartoe kunnen kijken met een, hoe heet zo'n ding ook weer, een tablet naar boven gaan, naar de Belvedere. En dat we dan kunnen zeggen aan de hand van die tablet, hey, daar zijn de Poolse militairen overgestoken over de Rijn. Dat gaan we in samenhang en in samenspraak met Volkshuisvesting doen, met de provincie en met het Airborne Museum. Ook is tijdens de bijeenkomst vrijdagochtend het startsein gegeven voor de fondsenwervingscampagne. Op korte termijn gaan wij een fondsen benaderen. Dat zijn er tientallen. Daarbij moet u denken zowel nationale fondsen als internationale fondsen. En waar bedenken we dan als het over internationale fondsen gaat? Engeland, Verenigde Staten, Polen en uiteraard Duitsland en Canada. We gaan een kopgroep gaan we formuleren. Een kopgroep van mensen en die gaan wij de Eusebianen noemen. Dat hebben we wel vastgesteld. En dat betekent, dat zijn mensen die met hun grote netwerk, ik kom er direct nog even op terug, samen, weer dat logo, samen sterk voor de Eusebius, aan de slag gaan. We gaan het organiseren van benefietconcerten. We gaan gala's organiseren. En in samenwerking met Artes gaan we de mogelijkheden bekijken om iets, maar we zijn er al mee bezig om iets met het oude stijgerdoek, daar ga ik niet te veel over vertellen, maar we hebben nog een beetje oud stijgerdoek liggen, om daar misschien iets van te maken. Grote aantallen vierkante meters. En dat doen we met de afdeling Product Design. De grote of Eusebiuskerk bepaalt al meer dan 5 eeuwen het stadsgezicht van Arnhem en vertelt de geschiedenis van de Gelderse hoofdstad vanaf de middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw. De Eusebiuskerk is zowel historisch als eigentijds. Er wordt veelvuldig gebruikt voor uiteenlopende activiteiten en evenementen. Met de nieuwe plannen moet de kerk er versneld, goedkoper, maar kwalitatief hetzelfde uitkomen als de originele dure plannen. Koninklijke Burgers Zo viert woensdag officieel zijn 100-jarig bestaan. Prinses Margriet is een van de gasten en onthult een 6 meter hoog kunstwerk om het jubileumjaar feestelijk in te luiden. De kunstzinnige creatie heet Burgers Family en komt voor de hoofdingang van het Arnhemse Dierenpark te staan. Het kunstwerk wordt een blikvanger voor de 1,5 miljoen mensen die jaarlijks de toegangspoort voor Koninklijke Burgers Zo passeren. En middenvelder Evander Snow zal niet meer in actie komen voor NEC. Dat heeft de Nijmeegse eredivisionist bekendgemaakt. Snow, herstellende van een ingreep die hem van hartritmestoornissen afhielp, leefde al langere tijd in ondermin met coach Alex Pastoor. De overeenkomst die liep tot het einde van het jaar werd op 1 april ontbonden. Het leek in beginsel een mooi uitgewerkte 1 april grap, maar inmiddels is duidelijk dat het plan van het CDA Lingewaard om via de DNA de dader te achterhalen van de niet opgeruimde 100 drollen bijzonder serieus is. Het idee vraagt nog wel wat uitwerking en kent weinig draagvlak. Donderdag is het plan op de politieke markt gepresenteerd. Er wordt van u als hondeneigenaar verwacht dat u wangslijm van uw viervoeter afgeeft op het gemeentehuis. De partij schrijft in een voorstel aan de gemeente dat op deze manier controle op hondenpoep achteraf mogelijk is. Als er dan uitwerpselen worden gevonden, kunnen die via DNA gekoppeld worden aan de betreffende hond en natuurlijk het bijbehorende baasje. Er was twijfel of dierenartsen wel ambassadeur willen zijn van dit systeem, of het juridisch en fiscaal wel houdbaar is en of de bezwaren tegen een boete ook een procedure kan worden tot de Raad van State.
800 DNA-analyses op 1,5 miljoen drollen per jaar zou bovendien een beetje mager zijn. Verplichten om mee te werken aan dit plan, dat kan de gemeente u nooit. De hondenbezitter die moet dus, die geeft vrijwillig toestemming in mijn geval om DNA van zijn hond af te staan. Volgens het CDA moet het college van BMW bij voldoende draagvlak aan de slag om het juridisch en fiscaal verder uit te werken. En dit was hem dan, de kortste week van het jaar. Tot nu toe dan, hè. Een weekje waarvan de dinsdag als een mokerhamer binnenkwam en aanvoelde als een maandag. Aan het einde van deze vierdaagse werkweek nemen we de afgelopen dagen uiteraard wel even met je door in de week in het kort. Zo begonnen we dinsdag met het nieuws dat er een levend museum zal ontstaan tussen Bemmel en Lent. Compleet met schijngevechten, parachutesprongen en een militaire beurs. Robert Braam, die overigens iets te jong is om de oorlog zelf meegemaakt te hebben, is alvast erg enthousiast. Wij vonden dat het gebied tussen Arnhem en Nijmegen te weinig aandacht kreeg wat betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Want we mogen zeggen dat het toch een van de gebieden is waar het langst is gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat mocht wel eens wat meer in het zonnetje zetten, om het zo maar te zeggen. Samen met de gemeente, Defensie en de Anne Frank Stichting zal het evenement plaatsvinden op 4, 5 en 6 oktober. Rijdt u die dagen in deze omgeving? Niet bang zijn, Noord-Korea komt niet binnenvallen. Het is slechts een levend museum. En dan dinsdag, dat was ook de perfecte dag voor een uitbraak. Mocht je toevallig in een van de Arnhemse gevangenissen zitten. Zo'n beetje het voltallige personeel was op die dag op pad richting het gemeentehuis in Arnhem. Als demonstratie op de sluiting van de koepelbias die dreigt vanuit Den Haag. Waarom de koepel moet open blijven is niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar ook vanwege het veiligheidsgevoel van onze burgers hier in Arnhem. Ah, en die gevangenen dan? Nou, die werden binnengehouden met dreigende videobeelden van Kim Un-jong en de muziek van Frans Bauer. Dus van een uitbraak was geen sprake. De bewaarders die hopen dat de burgemeester zich gaat inzetten om de sluiting tegen te gaan. Want waar gaan die boeven naartoe? Die komen straks aan een enkelbandje, komen ze thuis te zitten. En dan woensdag, toen was er hoog bezoek in het Arnhemse modekwartier. Niemand minder dan minister Bussemaker was de gast in de Arnhemse wijk. En ze blijkt een echte modeshopper. Ik heb hier ooit kleding voor Prinsjesdag gekocht. Ja hoor, een shopping queen. Maar van shoppen was geen sprake. De goed gevulde ministerscreditcard kon in de knip blijven. Want Bussemaker moest een belangrijk convenant ondertekenen. Ja, wat heeft ze nou getekend? Hiermee heeft ze verklaard zich in te zetten voor een goede culturele basisinfrastructuur in Oost-Gelderland. Daar besteden we dan ook samen een flinke bedrag in, zo'n 60 miljoen. Ja, ja. En dan woensdag op donderdag, een verlaat paasvuur. Nee, u kijkt niet naar het grootste paasvuur van Nederland. Ook niet naar een mislukte aflevering van Mijn Man is Klusser. Nee, deze gigantische woonboerderij aan de rand van Westervoort had een rieten kap. Ja, dan is een klein vonkje genoeg om... Enfin, u ziet het zelf. De brandweer had nog zo gewaarschuwd. De kans op een schoorsteenbrand met alle gevolgen van dien en zeker met een rietenkap met deze harde wind is een groot probleem. Deze mensen zijn aan een ramp ontsnapt. Hey, barbecuen? Nee, ze waren niet aan het barbecuen. De eigenaar die zat aan de telefoon. Zijn buurman waarschuwde hem dat er een vuur in plaats van rook uit zijn schoorsteen kwam. Waarop de brandweer snel ter plaatse was. Alleen te laat. Er is niemand gewond geraakt, maar de boerderij mag als verloren worden beschouwd. Hier staat het bier dit weekend dus niet koud. Dat is zeker. Hopelijk is dat bij u thuis wel het geval. Geniet ervan. Heeft u een rieten dak? Laat de kachel dan vooral uit. Tot volgende week.